Ja, Jorginho, toch sprake van een klein beetje een verpest feestje? Nou, ik denk niet dat voor de supporters het feest verpest is, maar wij hadden er wel een minder gevoel bij omdat we de wedstrijd gelijk speelden. Hoe kwam het? Was dit zo'n typische jubileumwedstrijd? Je zou het bijna zeggen. Nou, ik weet niet. Dit was mijn eerste jubileumwedstrijd en ik denk voor de meesten ook. Dat weet ik niet, maar vandaag waren we gewoon heel slordig en het ontbrak aan strijd. En daardoor kwam weer het makkelijker dan andere clubs waar we tegen speelden. Ja, dan moet je een warming-up doen. Dan zijn er allerlei nachtclublichten op het veld gericht. Zangeressen, drummers. Er is een enorme jolige sfeer. Sluimert dat dan toch een klein beetje door ook op de spelers? Ja, ik weet het niet. Het is voor iedere speler natuurlijk anders. Ja, ik was gewoon gefocust op de wedstrijd. Ik kan voor mezelf praten, dus ik was gefocust op de wedstrijd. En probeerde toch goed mijn warming-up te doen en de warming-up te leiden voor de andere jongens. Maar natuurlijk was het anders dan normaal. Je hebt een DJ op het veld. Volgens mij waren er 4 schermen op het veld. Heel veel lichten. Een hele andere sfeer, feestsfeer. Dus dat was wel anders, maar ik probeerde me toch te focussen op de wedstrijd. Ja. Welke conclusies kunnen we nu trekken? Kunnen we al conclusies trekken? Prachtige eerste weken van dit nieuwe PSV. Heracles, Milan, Cambuur. Het is even wat minder. Ja, maar dat heb je altijd in een jaar. Dat je wat mindere wedstrijden speelt. Alleen, nou, we moeten nog leren om daar toch nog strijd bij te leveren. Mindere wedstrijden spelen, dat kan. Maar er moet nog wel strijd geleverd worden. Nog geen reden voor paniek? Nee, zeker niet. Het is nog vroeg. De competitie. Dus. Succes bij Oranje. Dankjewel.